Hoi, Freek hier. Ik kan enorm genieten van vette dierenvideo's die ik op social media tegenkom of soms zelfs toegestuurd krijg. En vandaag lijkt het me leuk om er een paar met jullie te bekijken. Ik heb er 3 uitgekozen, dus laten we maar meteen beginnen met de eerste. En die heet Lion Sneaks Up on a Hippo and Regrets It Immediately. Deze leeuwin denkt nu nog een goed plan te hebben. Hé, hey, er ligt daar een maatje. Lekker. Even snuffelen. En nu denkt ze, nee, geen goed idee. Wegwezen. Oeh. Oké, die heeft een slechte dag. Met hippo, ze rent ook meteen weg. En dat doet ze geen tweede keer, denk ik. What is it like to fall into a rattlesnake pit? Het mooie aan een kuil vol met ratelslangen is dat je dit toch echt wel van verre al hoort. En als je hierin wil vallen, moet je dus wel heel onhandig zijn. Nou, daar gaan we. Nou, ik weet niet wie dit filmt, maar hij of zij loopt wel heel voorzichtig naar het geluid toe. Wat ik de meeste mensen ook echt zou afraden trouwens. Als je dit hoort, zorg dan dat je in ieder geval een paar stapjes naar achteren zet in plaats van naar voren. Kijk, er ligt er alleen, zie je? Zo, dit zijn er veel. Hè. Oh, tussen zijn benen door. Oh, dit zijn er veel. Als ik het zo zie, denk ik Crotalus viridus, prairie ratelslang. Ze zijn opgewarmd ook, dat zie je en dat hoor je. Ze bewegen een beetje nerveus, snel. Continu die tong die heen en weer gaat. De meeste natuurlijk geurstoffen oppikken uit de lucht. Oh, die zijn zwaar opgewarmd. Volgens mij is dat knijtheet. Wat een gaaf gezicht. Wauw. Dit gaat. En ook in die S-bocht, hè? Dat noemen we een S-bocht. Wanneer die slangen zo in een S-bocht gaan staan, dan maken ze zich klaar, pam, om uit te halen. Pam. En dan weet je ook dat je echt een paar stappen naar achteren moet zetten. Wat een gaaf gezicht, hè? Oké, dit wil ik heel graag filmen voor Freek's Wilde Wereld. En ratelslangen hebben natuurlijk ook een pitorgaan. Dat is dat grote gat dat je ziet. Oeh, bam. Recht in de lens. Dat grote gat wat je ziet tussen het neusgat en het oog. Zit een groot rond gat aan beide kanten van zijn kop. Dat is het pitorgaan. Daarmee kunnen ze warmte voelen. Tot 3000, bam, weer. Tot 3000ste graad nauwkeurig. Het is net als in die film Predator. Oh man. 3 keer uitgehaald. Het is net als in die film The Predator met Arnold Schwarzenegger. Deze gasten zien dus in infrarood. Ze zien dus alles om hen heen. Nee, daar wil je echt niet instappen, want dan heb je echt een groot probleem. Oké, nog eentje doen jongens. Komt die. Swedish man scares the living out of an attacking bear. Manliest man alive. Oké, beren zijn levensgevaarlijke dieren. Ik heb er 10 gefilmd in mijn leven. Grizzlyberen, zwarte beren, ijsberen. En als je ooit wordt aangevallen door een beer, ja, dan kan je maar weinig dingen doen. Je kan op de grond gaan liggen met je armen in je nek om je te beschermen. Of heel veel lawaai maken. Oké, in de sneeuw, in Zweden. Het is ook zo'n slecht idee om uit te stappen als er een beer in de bosjes zit. Kijk, daar komt hij. Groot, 500-600 kilo zwaar. Oh, die kop. Die is immens. Daar komt hij. Wow! Wow! Wat een gek! Oké, hij doet het goed. Maar dit doe je niet. Je stapt niet uit als er een beer in de bosjes zit. Dat is vragen om moeilijkheden. Hij heeft geluk dat die beer schrikt en wegrent. Holy s***! Oké, hij doet wel het enige juiste. Maar jongens, geloof me. Als je weet dat er een beer in de buurt is, kijk dan uit. En ga niet zomaar ergens heen om te filmen, want dat is vragen om problemen. Hoe gaaf is dit, jongens? Het internet staat vol met vette dierenvideo's. En als jullie er nou eentje tegenkomen waarvan je denkt, die moet Freekie zien, stuur hem dan toe of laat me weten hier in de comments hieronder. Wauw, dit was Freek vanuit Den Haag. Later!